Bij de High Security Printing Latin America Conferentie in Santiago, Chili op 4 juni 2024 zijn de Regional Banknote and ID Document of the Year Awards uitgereikt. Suriname, Peru en de Oost-Caribische eilanden wonnen in verschillende categorieën. De Centrale Bank van Suriname ontving de prijs voor beste nieuwe bankbiljet voor de 200 en 500 Surinaamse dollar. Dankzij de nadruk op uitzonderlijke veiligheid en milieuvriendelijkheid met het duurzame groene bankbiljet van Louisenthal. Jeugdraadslid van Kommerwijnen, Brandon Wasir Ali, heeft 20 schoolbanken geschonken aan 4 scholen in zijn district. Als onderdeel van het Kommerwijnen Benchmark Project. De banken werden gefinancierd door het NJI Jongerenfonds en ondersteund door de Jongerenraad Suriname en het Nationaal Jongereninstituut. Dit project is bedoeld om de leeromgeving en het welzijn van leerlingen te verbeteren en om jongeren aan te moedigen vergelijkbare initiatieven te nemen. Deze activiteit werd uitgevoerd in samenwerking met de vereniging Jongeren van Kommerwijnen. De 34-jarige verdachte AK werd op 4 juni tijdens een politiepatrouille in het district Para aangehouden. Bij een veiligheidsfouillering werden in zijn zwarte buiktas verschillende soorten drugs, verpakkingsmateriaal, geld en een fijn weger gevonden. AK verklaarde dat hij drugs verkoopt om te voorzien in zijn levensonderhoud. Hij is samen met de in beslag genomen goederen naar het politiebureau gebracht en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor verder onderzoek.